Saïd Kazmi, lijsttrekker van D66 in Rotterdam. U gaat geen nieuwe coalitie aan met Leefbaar Rotterdam als Joost Eertmans geen afstand neemt van de uitspraken van Thierry Baudet. Leg eens uit. Ja, dat klopt. Wij verwachten, althans ik hoop en ik vertrouw erop dat Joost Eertmans afstand gaat nemen van de uitspraken die Thierry Baudet heeft gedaan. Het gaat niet om één uitspraak, maar het gaat om meerdere uitspraken die structureel erop wezen, opwijzen dat de verkeerde kant uitgaat, steeds extremer wat de uitspraken betreft. Ja, noem eens even van die uitspraken. Waar heeft u zich het meest aan gestoord? Nou ja, onlangs nog de uitspraak over ras en intelligentie. Wat voor ons echt een stap te ver gaat. En waarvan wij denken als D66, je moet ras niet op die manier in het publieke debat betrekken. En hij heeft eerder ook uitspraken gedaan over vrouwen. Hè? Dat als ze ja of nee zeggen, eigenlijk ja bedoelen. En dat je ze moet overmannen. Dat zijn uitspraken die voor ons gewoon niet door de beugel kunnen. Nou, eerder deze week zei u van wij gaan stoppen met de Rotterdam-band. Bent u nu niet heel snel afstand aan het nemen van de afgelopen 4 jaar samenwerking met Leefbaar Rotterdam? Nou, dat lijkt zo omdat er nu heel veel debatten op elkaar volgen waar je natuurlijk extra zichtbaar bent. Maar de Rotterdam-wet, daar zijn wij nooit echt heel erg warme voorstanderen van geweest. Je doet dat ook omdat je een coalitie aangaat met Leefbaar Rotterdam. Dat wisten we van tevoren dat dat een lastige coalitie zou zijn, maar om de verschillen in Rotterdam te overbruggen zijn wij die samenwerking aangegaan. En op heel veel onderdelen kunnen we het goed vinden met Leefbaar Rotterdam en op een aantal onderdelen niet. Desalniettemin hebben we de stad echt de afgelopen 4 jaar vooruitgebracht. Daar willen wij mee door en de Rotterdamwet past daar niet in. Gaat u nu aanschuiven bij het Linksverbond? Nee, ik ga me niet aansluiten bij het Linksverbond. Ik vind niet dat de stad gebaat is om aan de voorkant allemaal blokken te vormen. Nogmaals, D66 staat voor verbinding. We willen juist vooruit met de stad. En we willen in eerste instantie afwachten wat de Rotterdammers kiezen op 21 maart. Die uitslag die zal voor ons leidend zijn. Vervolgens gaan we ons baseren op de inhoud en daar moeten we op uitkomen. Ja, u zegt, ik ga me niet baseren op blokken, maar u zegt nu wel, ik sluit Leefbaar Rotterdam uit als zij niks terugnemen. En ook PVV sluit u uit, dan bent u ook blok aan het vormen. Nee, we sluiten de PVV, hebben we eerder uitgesloten. Dat is heel duidelijk waarom we dat doen. Het PVV staat zo ver van ons af dat we daar geen normale samenwerking mee... Maar Leefbaar nu ook. Leefbaar sluiten wij niet uit. We geven Leefbaar de ruimte om afstand te nemen van de uitspraken die Forum voor Democratie heeft gedaan. En als ze dat doen, dan gaan we graag opnieuw kijken of een eventuele samenwerking mogelijk is met Leefbaar Rotterdam. Ja, maar als ze dat niet doen, sluit u ze wel uit. Dan houdt u eigenlijk alleen maar de VVD en linkse partij over. Dat klopt, maar wij staan voor een aantal principes. Mensenrechten zijn voor ons een principe waar je niet over gaat onderhandelen. Daar staan wij pal voor. Als Leefbaar Rotterdam, net als ons, denkt dat alle Rotterdammers hier in Rotterdam even zwaar tellen en de ruimte biedt om iedereen mee te laten doen, dan vinden ze ons aan onze zijde. Dan gaan we met die stad vooruit. Als mensen weg worden gezet, als mensen tegen elkaar worden gezet, dat is iets waar wij niet aan mee gaan samenwerken.